In de kelder van het Rijksmuseum te Amsterdam liggen, staan of hangen ongeveer 2700 schilderijen, welke in de bezettingstijd naar Duitsland zijn gevoerd en in gevolge de restitutiebepalingen onlangs door de geallieerde autoriteiten naar Nederland zijn teruggegeven. Er zijn schilderijen onder van beroemde meesters, als Van Dijk, Jan Steen en Rembrandt. Behalve schilderijen zijn ook gobelins en tapijten teruggekomen en verder honderden andere kunstvoorwerpen. Men heeft hiervan een expositie ingericht met de bedoeling dat de voormalige eigenaren hun eventuele eigendommen kunnen herkennen. Indien zij kunnen aantonen dat het betrokken voorwerp inderdaad door de Duitsers geroofd is, zal het hun worden teruggegeven. Geschat wordt dat in de oorlog voor een waarde van 40 miljoen gulden aan kunstschatten is weggevoerd. Een niet onbelangrijk deel hiervan, ter waarde van 16 miljoen gulden, is thans teruggekeerd. Door het transport hebben vele stukken, waaronder vooral meubelen, te lijden gehad. De Stichting Nederlands Kunstbezit voert het beheer over de goederen. In april zal men van de schilderijen en tapijten een tentoonstelling inrichten.